Wauw. Hey, ik heb even op de klok gekeken. Als we nu stoppen, zijn we 10 minuten uitgelopen. En dat gaan we dan ook doen. Oh, ja, aan al het mooie komt een einde. En ik moet ook nog even de sponsors bedanken. Want ik weet niet wat je betaalt voor een kaartje. Hoeveel? 7,5. Nou, het was eigenlijk 37,50. En die 30 euro is mede mogelijk gemaakt. Het verschil dan, hè? Dus als u daar zin in heeft, dan gaat dat zo dadelijk gebeuren als het hier afgelopen is. Maar ik zou natuurlijk wel wat mensen in het zonnetje willen zetten om te bedanken. En dat zijn allereerst natuurlijk de mensen van de techniek, René Tol en Jan. Maar ook van de Stadsgehoorzaal, Anne van der Velden, Sander Mastermaker en Kees Forsten en Nancy Drok. We hebben hier achter de bühne heel veel mensen die geholpen hebben en ik wil ze gewoon noemen, want als u eens wist hoe belangrijk zij waren, wij denken alleen maar de artiesten, maar dat is niet zo, want zonder deze mensen allemaal kan ik het ook niet. En ik heb het even opgeschreven, dat bloemetje dat krijgen ze van mij straks, want anders gaat het veel te lang duren, maar ik wil wel uw applaus daarbij. De medewerkers dat zijn Ria en Fred Mudde en Samantha, Alin, Corrie, Martin Koon. En dan ga ik de fotografen bedanken. Tom Delfos, Dirk van Doorn, die de video maakt. En Danny Ploegaard. En ik hoop dat ze bij de meeting er ook even bij zijn met de camera's. Dat zou wel fijn zijn. En dan ga ik natuurlijk allereerst een heel groot applaus vragen voor alle danseressen, ballerina's, hoe je het wil noemen, van Let's Dance. Kom er allemaal bij. Jullie hebben allemaal een bloemetje en je cadeautje al gehad. Nou, ik mag best wel hard even gedacht worden. Super, super, super. En dat allemaal onder leiding van Marina Poos en die krijgt natuurlijk een bloemetje. Ik heb haar allemaal van de tv, van de toppers, van de voice, die danst overal. Marina, op zo'n jonge leeftijd, zo'n grote dansschool, hartstikke leuk. Applaus. En dan ga ik natuurlijk alle artiesten naar voren halen om te beginnen. Perry Zuido. Perry, dankjewel. En dan hebben we Pierre en Manon. Uit Amsterdam. Ja, dat kan gewoon, hè, bij ons. En dan hebben we Pieter Strijks, maar die is al naar huis. Die had nog een volgend optreden, dus dat moet u eventjes te goed houden. We hebben Gabi Escalera. En dan natuurlijk die fantastische dames, de Funny Ladies. Justine, Erica en Stella. En dan mag er één niet ontbreken. De man die het hele presentatiegebeuren op zich genomen heeft op een speciale manier. Ik denk dat u nog wel een applaus voor hem over heeft. Want hij was weer fantastisch en volgend jaar mag hij weer terugkomen als hij wil. Dave van der Wal. Oké. En dan bent u natuurlijk van mij gewend dat ik nog een slotnummer doe. En dan gaan, ja, ik hoor het al roepen, dat gaan we met z'n allen even doen. En dat, ik wil altijd daar een bepaald gevoel bij krijgen. Dus ik zou zeggen, kom allemaal even staan, als u dat kan. Ja, geef alle buurman een hand en de buurvrouw. Als u elkaar niet kent, dan stel ik je even voor. Als je niet kan staan, blijf je gewoon lekker zitten. Hè? Het is geen moeite. Maar ik wil altijd afscheid nemen met een vriendenkring, maar die kring dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus als u elkaar allemaal een hand geeft en dan u dan dadelijk even die handen in de lucht doen, hand in hand, zodat we met elkaar een feestelijke middag afsluiten. Ik heb van u genoten en ik hoop dat u ook genoten heeft. En we gaan het nu met z'n allen afsluiten. Doe lekker mee. We'll be right back.
gewoon eens te gelukkig. Zeg ze dan zo lang. Ik weet ook. Ik ben mijn zoete baan. Mijn grootste geluk. Ik kan jou niet missen. Amen. Eén minuut van de dag. Gewoon hier in mijn leven. Jij hebt mij geluk gebracht. Dan gaat die mensen en dan komen die handjes, hè? Als zij aan de hemel staan, dan sta ik even stil. Dan weet ik echt wat ik wil, dan is alleen maar jou. Als zij aan de hemel staan, zijn woorden niet zo goed. Met jou. Nou, ze zijn uitgekomen, al die dromen van jou. Jij had mij voor jouw liefde, sloeg een arm om me heen. En ik weet het zeker, er stroomt niet alleen. Tot volgend jaar 1 juli, dan zijn we weer hier. Oké? Tot ziens allemaal. Dankjewel.